Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSP die voor omhoog. En vandaag ga ik op pad met deze crafter. We hebben ons ingemeld. We hebben de portotest al ontvangen, de painter-test. En we hebben inmiddels ook al een melding. Dus we gaan meteen die kant op. Alleen onze verpleegkundige is er nog niet. Dus die gaan we zo meteen even oproepen. Of in ieder geval vragen waar die blijft. MK, kom je ook binnen? 104, kom eens uit van MK over. Microphone activated. Zeg maar. 104 is aan het opnemen. Nou, dan kan ons nog de MK praten. Zeg maar MK. Is u een pager ontvangen? Ja, porto ontvangen. Inmiddels wachten we even snel op mijn collega totdat hij ook in de ambu zit. En dan gaan wij zo snel mogelijk die kant op over. Resprepen, dan ga ik alvast slepen. 104 uit. Microphone muted. Het betreft postcode 126. Persoon heeft zich gesneden in zijn hand. Ongeveer een snee van 5 cm. Ook in de pols en de slagader dus. Persoon voelt zich nog verder goed. Deur is open. Persoon staat in de keuken bij de grote steen. Mijn collega 104 verpleegkundige heeft ook de melding ontvangen. En die gaat dus met mij meerijden. We zetten alvast postcode 126 erin. En we gaan die kant op. Het voertuigcontrole hebben we al gedaan. Maar ja, dat is allemaal buiten opnames geweest. Nogmaals, we wachten even snel op mijn collega. Dat is natuurlijk wel zo fijn als die ook instapt als we naar een melding gaan. Collega Jan, kom er eens uit. Vertel dus. Ja, wij wachten op jou. Over. Nee, kom maar. Jij komt eraan, dat is mooi. Nou, jullie hoorden net al Jan, dat is mijn collega voor vandaag. Daar moeten we het mee doen. Jan is vandaag verpleegkundige, ik ben vandaag de chauffeur. Dat vliegt een ambulance ons. Ja, en ik zal Jan vandaag assisteren waar nodig. Ja. En Jan zal mij vragen wat hij nodig heeft. Staat Jan naast mij? Jan staat naast mij. Stap in, ik Jan. Ik sta naast jou. Had je de melding al ingelezen? Ik heb hem gelezen. Je hebt hem ingelezen, dat is helemaal mooi. Jan had toen net in ieder geval al de controles van de apparatuur en zo gedaan, dus die hebben allemaal tiptop in orde. Ik had de controle van blauw gedaan. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Helemaal klaar. Nou, eens kijken. Hij versteven zich 5 cm verklaterd en slagadelijke bloeding. Yes. Vandaar ben ik de chauffeur dus van Jan, dat betekent ook dat ik de ambulance ga besturen. En dat betekent dus ook dat ik een hele mooie luchthoren erop heb die ik vandaag zeker ga gebruiken. Ik weet niet of Jan die eigenlijk ook hoort. Ja, zeker. Nou, mooi. Tijd eruit. Nou, normaal gesproken heb je dus het roomnummer wat op je ambu staat, in dit geval 157, maar wij houden de 104 even aan. Dat is voor ons wat handiger, dat is het gebruikelijk roomnummer om verwarring bij onszelf en bij de meldkamer te voorkomen. Ik vermoed dat het huis is van Franklin. Het zal dus verbazen. Daarom gaan we maar even hierop. De voordeur zou open zijn. Hè? Ja, klopt. Hij zou bij de keuken staan. Mooi. Ik zet hem op de plaats. Top. Zo. Wat wil je mij hebben? Kijken. Neem even een spoed en zijn lifepack mee en even zuurstof. Want ik, ja, dan ook al ga ik op elkaar mee. Ik wil vast binnen. Oké. Okay. Nou, ik ben vandaag de pakezel van Jan. Wat zeg? Dat ik jou vandaag je pakezel ben. Ja, zeker. Normaal is het andersom. Goed, wij gaan waarschijnlijk even over in game praten, dus daar ga ik nu ook naartoe. Ambulance Rotterdam, weg. Ja. We horen het. In de keuken. In de keuken zou het moeten zijn. Oké. Ja. Goedendag meneer, Ambulance Rotterdam. De hele grootste ligt eronder. De hele grootste ligt eronder, meneer. Vooral rustig blijven. Hou de arm lekker hoog. Even kijken, om welke arm gaat het? Ik zet de live rechter aanrecht. Ja, is goed. Nou, als je de arm van mij even hoog houdt, dan ga ik even kijken wat er aan de hand is. Wat is er gebeurd? Ja, ik was eten aan het koken, want mijn vrouw die komt er nou zo aan. En ik sneed me vol, ik schoot zo uit. Je schoot uit? Met de broodmes daar. Met de broodmes, oké. Okay, ja, ik ga even kijken hoe het zit met de wond. Ik heb hier alles voor een eventueel drukverbandje aan te leggen voor je. Ja, schoek ik pak me vast. Kijk, slachtoffer wordt ziek aan de wond.
Slagader geraakt. Slagader geraakt. Verbandje gaan we om even een snel mee gooien. Ja. Slagader bedoelt niet, dus gaan we even flink aandrukken, Jandel. Oké, wil jij ook een lifepack even eraan hangen? Ja, gaan we doen. Okay. Dan gaan we een verbandje hebben. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Gaas ook erbij, niet klevend. Ja. Ga ik dood? Je gaat niet dood. Goedendag meneer, ik ben Wim, ambulancedienst. Ik ga ook even bij u wat het een en ander aansluiten. Mijn collega uit zijn benen met de wond. Ik doe even de hartmonitor aansluiten, ja? Ja. Ja, ik heb even een gaasje en een verbandje om de steen liggen. Ja, om even de bloeding te stappen. Ja. Oh. Er komt even een clipje op de vinger en een band om de arm, meneer. Ja, doe maar allerlei dingen. Blijft u zo even staan? Zal ik even een stoel voor u pakken? Nee, wel een stoel verpakken. Ja? Oké. Okay. Er staat de stoel bij de tafel daar. Ja, ik zie hem al. Ik ga de band even op laten pompen en dan pak ik even de stoel, ja? Ja. Niet schrikken. Zo. Nou meneer, ik kan even vast voor alle zekerheid. Voor rustig blijven. Ik goed, zet de stoel uitademen. Ja, is goed. Je voelt de stoel tegen de benen aanstaan, niet schrikken. Ja. Dan mag u gaan zitten. Oké, okay. Yes. Top. Vitale waarde is afwijkend. Nee, gaat niet. Oké, ik heb van jou een pols van 90 regulair. Met een tensie van 130 over 80. 130 toch? Saturatie gewoon 98%. Top. Nou meneer, we zien niks straks hoor. Gelukkig. Inderdaad, hartstikke lekker. Is je vrouw op de hoogte of niet? Nee, je moet nog komen van werk. Die moet nog komen van werk, oké. Okay. Die is om 10 uur thuis. 10 uur thuis, maar dan ben je vroeg begonnen. Later dienst zat ze. Ah, oké. Okay. Heeft er ergens anders last van? Ja, ik voel een beetje lichtjes. Je vindt het een beetje lichtjes. Hoe lang kan het door de schrik komen, denk ik. Het kan zeker komen. Het zou zeker kunnen komen dat ik heel erg geschrokken ben. Dan kan ik ook zeker niks verbazen. En kunt u me vertellen hoe lang het al bloed is? 5 minuutjes. 5 minuutjes, dus ik heb gelijk de telefoon gepakt. Zou wel set gaan doen? Ja, doe maar. Nou, dat is helemaal goed. Dat heb je goed gedaan. Ze dus nemen goed. En ook snel. Nou, je ziet het. We waren snel te plaatsen. Zeker. Ik had het niet verwacht. Even kijken. Kijk naar jouw verbonden wond. Is het gestopt? Of? Het is minder geworden. Minder geworden. En het bloed niet door? Bloed heel lichtjes. Heel lichtjes, oké. Okay. Microfoon needed. Ja. User joined your channel. Ja, persoon inmiddels de plaatsen, persoon goed en spreekbaar. Inderdaad, een slagaderlijke bloeding wordt verholpen. Zometeen richting Erasmus over. Ja, dat is nou bij de van shock doen af. Negatief. Ja, daar hebben we af en toe zitten laten. Microfoon muted. Wij bellen zelf al even een heel. Ja, is goed. Dat heb je van me nodig. Mag ik voor jou dekverband? Ik zie dat hij doorloopt. Sorry? Dekverband. Ja. Gewoon een dekverbandje. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Zo, ja die zit. Zo plakketje. Meneer. Ja. Maar gaan zo meteen opstaan? Denkt u dat hij de mogelijkheid heeft om op te staan? Ja, dat wel. User joined your channel. 104, zegt u maar over. Microphone activated. Dat was niet de bedoeling, denk ik, excuus. Oké, spreek bij 104 uit. Moet ik op de brancard zitten? Had jij het ook connectie ingehaald, of niet? Op. User left your channel. Ja, ik weet het weer. Ik niet. Oh. Ik wel. Ik zet de brancard even laag, meneer. Oké. Okay. Dan ga ik u even ondersteunen. Dan ga ik u onderaan pakken en gaan we even met elkaar te lopen. Pas op, dan hier nu draaien en de knoop komen met de kabels. Yes. Ja. Oké, okay. Zullen we? Ja, moeten we zometeen misschien wel even de vrouw inlichten? Als ja. Zelf even, want als ze zo binnenkomt met al dat bloed daar, dan zal hij wel schrikken. Heeft u een telefoon bij zich neer? Nee, die ligt nog binnen. Op het AR-kastje. Meneer, ik ga je nu achter in de ambulance rollen samen met mijn collega. Oh ja. Nu lig ik er wel uit. ja, goed. We gaan wel gewoon door. Meneer, als u achter in de ambulance ligt
En dan gaat mijn collega waarschijnlijk naast u zitten. Dan zal ik even zorgen dat de telefoon ook meekomt. De benodigde spullen. En dan zal ik de deur op slot doen, ja? Ja, is goed. Nou, en voor de kijkers. Ik ga weer terug in game en ik zie jullie zo meteen. Jan, ik heb hem gezet op aanrijdende bestemming. En ik rij naar het Erasmus. Hey, wake up. Ja, is goed. Ik ga even vast een vooraankondiging plegen. Yes, ik had inderdaad gezegd tegen MK dat zij dat niet hoeven te doen. Ze moeten weinig even doen. Goed, komt goed. Ga ik even regelen. Nou, de eerste melding hebben we afgehandeld. Natuurlijk voor mijn, mijn taak als chauffeur is vooral het assisteren vandaag van mijn collega. Dus spullen aangeven. Kijk, het is natuurlijk, en dat is niet omdat ik dat nou ben ofzo, maar als je jaren ervaring hebt, dan als chauffeur is in het echt gewoon zo, dan weet je ook al wat jouw collega wilt hebben. Dus in dit geval sowieso een drukverband. Mocht er nou echt een heel erge bloeding zijn en Tony Kerr of zo. Later zul je misschien ook zien dat je inmiddels, als je bijvoorbeeld een casus hebt, pijn op de borst. Nou, dat is tegenwoordig echt wel weten welke medicatie allemaal wordt verwacht. Normaal is het natuurlijk tot een verpleegkundige zeggen, oké, ik wil nu graag een infuusje hebben. En daarna mag je me een ampul van dit medicijn optrekken. Nou, als je jaren chauffeur bent en jaren al dezelfde casus pijn op de borst bijvoorbeeld hebt meegemaakt, weet je inmiddels ook wel hoe dat allemaal in elkaar zit. Dus dan ga je dat uit jezelf al doen. Dus vanavond zal ik een beetje dingen aan mezelf doen. En natuurlijk ook, ja... afwachten wat mijn collega wilt. Het blijft toch, je werkt samen op een ambu, maar het blijft toch wel een beetje de verantwoording van jouw collega verpleegkundige. Dus die geeft uiteindelijk ook het laatste woord. Het is ook altijd aan hem of het een A1 of A2 richting ziekenhuis wordt. Maar ook dat weer, inmiddels heb je zelf al door als chauffeur hoe ernstig het is en of je A1 of A2 naar het ziekenhuis wilt. In dit geval was het een duidelijke A2. Hij was goed en spreekbaar, mooie vitale waardes. En hij, ja, hij bloedde wel, maar ja, dat konden we wel even stoppen. Dus dat was geen reden om met dikke spoed naar het ziekenhuis te gaan. Ik zet hem op status. Aankomstbestemming. Aankomstbestemming en we zijn er. Nou, zo meneer, zijn we er. Oh. Dan gaan we je even eruit halen. Branka wil het niet. Haalt eruit ambu. En neemt mee. Nou, normaal hebben we natuurlijk een Branka die op wilt. Die wil nu even niet. Dus we gaan zo met hem het ziekenhuis in. Oh, dat ging ook soepel. En hij haalt dat eerst rechts. Had je al een kamertje? Ja. Hier of eentje of, verder? Eentje verder. Nou, eentje verder. Nou, we pakken altijd dit, deze kamers, in dit geval deze. Het ziet er altijd meteen uit als een of andere operatiekamer, dan wel mortuarium gebeuren of een wastafel. Maar wij gebruiken hier altijd dit als shockroom, zeg maar. Even gewoon een spoedhuis- en hulpkamer. Helpt op bed. We leggen meneer op bed en mijn collega. Oh. Jan die zal nu een overdracht gaan geven aan de spoedeisende hulpverpleegkundige. Dus dan weer. Meneer, ik ga alvast er vandoor. Ik wens u het beste. Ja, werken ze. Wetenschap, dank je Jan. Ik maak alles gereed voor de volgende. Jo, is goed. Ik zal het ook doorgeven tot we vrij zijn. Is top. Nou, Jan geeft nu een overdracht aan de collega's. Wij zitten op. Heb je de eerste keer gezien van Ravu? Oh, vanavond. Nee. Of van nee, van Amsterdam. Ja, met die Tetris Challenge. Ja, best wel gaaf eigenlijk. Ja, dat kunnen we ook wel doen, maar het heeft geen zin. Is Jan Willem net begonnen of zo? Met? Met die Tetris Challenge, of niet? Ja, melding. Ah, succes. Dank je. Nee, ik geloof het niet, Jan Willem. Oh. Ik geloof dat politie zo'n... In Oostenrijk zijn ze begonnen met die Tetris Challenge, meen ik. En toen heeft zo'n wijkagent Lars, denk ik, heeft dat overgenomen. En daarna is de rest ermee begonnen. Nou, lees eens in Jan, lees eens in. Wat staat er allemaal? Eens even kijken. We mogen naar postcode 336.
Persoon met pijn op de borst. Persoon heeft een heart attack gehad 2 maanden geleden. Ik heb een medicatie ervoor, 82 jaar. We gaan nu naar een 82-jarige man met pijn op de borst. Oké. Okay. Sorry, laat ze... Hij zit op de weg. Op de weg, nou. Ja. En dan hebben we een A1. Het is al laat, dus ik laat de sirene voor zover mogelijk uit. Mogelijk agile pectoral of iets. Kan. Maar ja, verleden al een fart gehad, hopelijk ja, dan, ja. Heeft hij nu niet weer een. Ik hoop niet dat hij nu nog eens heeft, ja. User was moved to hij zit op de weg. Hallo. Laten we maar op. Hallo. En wat had jij voor melding dan? Sound muted. Oh, doe je trouwens even eens... Oh, hier zit hij. Geloof ik. Ja. Hier zit hij. Ik zet hem weer op ter plaatse. Top. Lifepack mee, brancard mee. Zuurstof. Yep. Oh. Goedendag meneer, ambulance Rotterdam met Jan. Hallo. Goedendag. Laat je rustig zitten. Vertel eens meneer, wat is aan de hand? Pijn in mijn borst. Goedendag meneer. Pijn op je borst. Hoi. Ik sluit meteen lifepack aan. Ja, is goed. Je heeft even pijn de borst. En dan ze steken een pijn. Ja. Alsof er een mes in zit. Ja. Meneer, ik sluit even wat plakketjes aan hoor. Ja. 12 afleidingen. Maanden, 2 maanden geleden ook een hartinfarct gehad en toen voelde ik ook zo'n pijn. Dus ik dacht, ja, dat gaat weer fout. Doe even een band om de arm, clip op de vinger en wat plakkers op de borst. Ja. Ik ga even kijken wat er bij die aan de hand is. Maar je mag gewoon rustig in de ademen. Wil je meteen nitro hebben? Ja, doe maar wel. Even kijken. Spray, spray. Hier heb je nitro, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Zo meneer, dan ga ik even een spraytje geven. Terug zitten. Alles gereed om een ECG te draaien. Zal ik hem doen? Ja, mensen. Ja, doe maar. Meneer, ik ga even een hartfilmpje bij je maken. Je mag even stil blijven zitten, niet praten, gewoon doorademen, totdat ik het zeg, ja? Is goed. Oké, okay, komt. En draaien. Gaan we hem uitgeprint hebben? Ja. Lucas, melding. Oké, dat was het, meneer. Ja. Zo. Ik heb je net even een spray on een tolk gegeven, dus maak je geen zorgen. Tensie 220 over 120. Zo, wat zijn we voor de tensie? 220 over 120. 220? Ja, het zal nu dalen met de nitro. Ja. Hier heb je ECG, alsjeblieft. Goed, even kijken. Als je snel kijkt, zie ik wel een steemetje. Ja, klopt. Duidt op een infarct. Oké. Ja. Welke naald wil je hebben? Ras? Ja, doe maar. Pas mooi bij de blus. Daarom. Dan gaan we gelijk even inbrengen. Zodat oh, hij valt weg. Meneer? Meneer? Kunnen de schepbrancard voor mij pakken, politie? Ja, ja. Pak ik wel even. Zullen we hem al op de brancard leggen achter een ambu, Jan? Wat zei je? Zullen we hem alvast achter een ambu leggen? Ja, doe me wel. In ieder geval op de brancard alvast. Meneer, hoort je mij? Ja. Ik geef hem. Hier heb je vis. Ja, ik heb moeite met ademhalen. Even moeite met ademhalen. Oké, okay, meneer blijft rustig liggen. We gaan even de schepbrancard pakken en dan gaan we je meteen voeren. Even kijken, ik heb hier de schepbrancard voor je. Ja, dank je. Zou het lukken om zelf te gaan zitten op de brancard, meneer? Wat zei je? Zou het lukken om zelf op de brancard te gaan zitten als mijn collega een prikje heeft gegeven? Ja, is het ook. Meneer? Meneer, hoort u me nog? Hij is stil. Ik zit in shock. Kijk, wil je dat we ze helpen om even op de brancard te leggen? Ja, we gaan. Ik zet die brancard laag en dan til hem even erop. Ja. Ik zet de hoofdsteun omhoog, hè? Ja, is goed. Ja, mag ik de schapkar? Ja, als we slacht die naast je. Oh, top. Dankjewel. Help even.
Je hebt de live pack en alles, Wim? Yes, ik pak alles. Top, hou we op tillen. Okay. Ja, 1, 2, 3, en 6 op elkaar, 4, 5, 6. Hoi, we gaan move. PCI-centrum Erasmus? Ja, ik ik ga vast bellen. Daar gaat hij. Ik ga pas achterin zitten. Ik geef alvast door aan de MK. Ja, ik ga gelijk bellen. En nog, zal ik nog een pulletje klaarmaken voor je? Ja, doe maar tegelijk. Voor ons. Nou, zeg. Microphone activated. Microphone muted. Zullen we nog wat heparine hebben? Doe me wel. Kunnen we naar rechts helpen? Nee, dat is natuurlijk. Nee, wat zeg je? Oké, dan gaan wij weer... Had je hem opgetrokken? Ja, opgetrokken. Zeker. Opgetrokken. Heparine nog niet. User joined your channel. Ja, 4044, blijf staan. Maar toch weer gaan we elkaar op Nederland. Ik ga mijn boeken lezen. 104, zegt u maar over. 104, bij patiënt duidt, laat naam, laat zeker een infarct zien en we gaan met A1 richting PCI-centrum Erasmus, mijn collega belt over. Is begrepen, dank u wel voor het melden, 104 uit. Microphone muted. Hier heb je heparine. Ja, dankjewel. Ja, PC centrum? Ja, doe maar. Oké, okay, als hij wegvalt of iets... Ik geef het op. Ik meld je het. Ik ga erin zitten en dan kunnen we gaan. Was in mijn kamer ingelicht? Ja, en ik heb gezegd dat jij ging bellen. Ja, top. Zo, die zit erin. Je hebt een pulletje toch, als het wil zien? Ja. Ja, en dan hebben we een leper, ja. Sterretje valt weg. Hij valt weg. Ik ga even kijken. Sterretje komt weer bij. Meneer, blijf maar rustig. We zijn nu op het moment aan het vervoeren richting het ziekenhuis. Hoe voelt u zich? Licht. Je voelt het licht. Ligt in uw hoofd? Ja. Oké. Nog steeds pijn in mijn borst. U pijn op de borst, oké. Blijf gewoon rustig zitten. Ik ben al zo oud. Nou, wat voor nu heb ik gedaan? We hebben deze meneer nitro gespreid. Dat is een spray die onder de tong wordt gespreid. Tuurlijk. Om de bloedvaten te openen. Dat verlicht, als het goed is, ook al de pijn. En dat zou natuurlijk ook wel enigszins helpen wel, hoor. Mocht er echt een infarct zijn. Daarbij hebben we een infuus gegeven en 2 verschillende bloedverdunners toegediend. Natuurlijk was op het ECG een steemje te zien, dat wil zeggen een infarct. Dus dat was wel duidelijk. En nu rijden we A1 richting het Erasmus. Waar die waarschijnlijk zo snel mogelijk op de vaatkamer zal worden gedonderd. Voor jullie, wij komen zo meteen binnen met mensen met een patiënt. Het is natuurlijk, je rijdt met een patiënt anders naar een ziekenhuis dan dat je naar een patiënt toe rijdt. Nu houden we de rekening mee dat een collega achter het bezig is. Aan licht zijn hoofd, we hebben twee ampullen, één appel astilzu en een appel heparine toegediend. Mijn collega is met een zambel naar het Erasmus. Vol vervoer gaat hij ook aan moeilijkheden te hebben met de respiratie. Is bekend. Met een hartinfarct en heb je ook medicatie voor. Dus als jullie wat mensen kunnen klaarzetten, zou je maar top zijn. Ja, nee, precies. Ja, is goed. Dank u wel. Jojo. Ze zijn er op de hoogte hoor, Wim. Ja, we zijn er. Top. En wanneer we zijn hoor. Bent u er nog? Bent u er nog? Hoort u mij? Patat. Patat? Wat dat? Hij zei geloof ik wat dan. Nou, wanneer zijn we er?
Ik ga niet weer naar binnen, anders crashen we dadelijk weer, daar heb ik geen zin in. Maar als je het niet erg vindt, gaan we niet naar binnen, want dan crashen we dadelijk weer. Ja, nee, doe, prima. Hij zei geloof ik geen patat. Oh, het is wel echt patat gewoon. Hij zei wat dan, dacht ik. Oh. Ja, dat zei je. Ik zit toch echt, ik dacht echt van, wat dan of nou, patat? Oké, okay, patat. We dragen hem over naar de RCA of eerste harthulp, wat wil je? Nee? Had je RCA gebeld of eerste harthulp? Wat jij zei. Eerste harthulp, oké. Okay. Ja, ik zit het best, ja. Ja. Dan gaan we hem overdragen, dan kunnen we weer verder. Top. Dan kan die best, ja. Ja, geef je door. Ja. Burger bedankt hè. Yeah. Groetjes thuis. Hè. Oh, Jan wil natuurlijk voor een bij mij komen zitten. Ik zet dat goed, ja. Nou ja, dan gingen we soepel. Inzet gereden en op naar de volgende. Ja, was soepel. Ja, toch? Was wel ja, tijfel, zin in patat. Oh, ja. Patat, hè? Nou kijk, als jullie ook patat verstonden, laat het maar weten in de comments, maar ik denk het niet. Ik denk dat Jan de enige was. Nee. Ja. Like de video als de patat is. Ja, wij zeggen hier friet. Friet? Ja. Patat? Nee, wat dan friet? Ja, wat nou patat? Het is patat. Is het friet of patat? Hondenvier. Geef jij daar verdorie naar mijn kaart over grijzen? Ja. Ja, jongen, vier. Zo is overdragen aan de eerste, ja, dat. En we zijn dit met weer vrij. Patat, zijn er patat? We gaan weer richting de post. Ja, je bent weer de terugpost, daar kan ik over inzet. Nou, oké. Wim? Je zei dat of patat? Ik verstond patat. Ja, ik zei dat. 2022 gaat opkomen. 2022. Ja, ik heb 5 tot 10 minuten geleden een situatierapport ingediend en net een spraak, maar ik weet niet of... Ik sta niks van. Ah, wat zei je? Wat zei je nou, sorry. Hart, eerste hulp, eerste... Wat? Eerste harthulp. Oh, eerste harthulp. Die naam zorg ik. Jongen. Nou, wij gaan terug naar de post en wie weet pakken we nog een melkje mee. Tot zo. Oké.